is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Lielaert. Goedemorgen. De locatie oosten van het eiland Terschelling. De Wierschuur. Dat is een mooie oude schuur. Waar ik de afgelopen 15, 16 jaar al menig oerolvoorstelling heb gezien. Het is heel interessant hoe er met zo'n schuur wordt gewerkt. Ik heb op het voorterrein van de schuur heb ik vorig jaar een voorstelling gezien. Maar hier op het veld waar wij nu zitten ook verschillende voorstellingen van allerlei inhoud en aard. Lunatics bijvoorbeeld, een beroemde theatergroep die hier speelde. Maar achter mij zie ik nu iets heel anders. Daar staat het silhouet van een huis. Een trap erin, een tafel staat er. En dat huis is gekocht door een jong stel dat alleen wil zijn. Alleen met elkaar. Samen alleen. En toch voelen ze een aanwezigheid. Er kan iemand komen. Zo heet het stuk. Het is een van de grote locatiestukken hier op het eiland. We gaan erover praten met de maakster. Ook met festivalbedenker en goeroe Joop Mulder. Het is het begin van het buitenseizoen voor de festivals. Straks ook weer Festival aan het IJ in Amsterdam. Cultura Nova in Limburg. Maar dan is Noorderzon in Groningen al geweest. En begint zo ongeveer tegelijkertijd in Zeeland het Zeeuws Nazomerfestival. Het kan niet op. En ik heb de afgelopen dagen hier op de Schelling ook heel veel publiek gezien. Oud en jong publiek. Nieuw, oud publiek. Mensen die eindelijk eens even oerol komen inhalen. En er zijn natuurlijk ook veel onder u luisteraars die gewoon in Zeeland of in Limburg of gewoon in Amsterdam blijven en daar de festivals in de buurt willen gaan beleven. Beleven, daar gaat het om in tijden van crisis. Ik zie dat hier niet. En om het premier Rutte na te zeggen, zou ik de optie hier wel willen verdedigen. Koop geen auto, koop geen huis, maar besteed het aan beleving. Steek u geldt misschien eens een keer in zo'n festival. En ook in de jeugd die hier nieuw theater aan het maken is. U kunt erover meepraten op 0800 1121. Tweeten naar hashtag Lijn 1 en mailen naar lijn1@ntr.nl. Nog één. En wij wonen in ons huis. Ons huis. Een prachtig oud huis. Ver weg van andere huizen en andere mensen. Jij en ik alleen. Niet zomaar alleen, maar samen alleen. Ons huis. In dit huis zullen wij samen zijn. Jij en ik. Samen. Alleen. Verder niemand. Ik beschreef dat net al, Ilmer Roosendaal. Wat voor stuk is dit? Wat was de inspiratie? De inspiratie was eigenlijk dit eiland. Dus ik ben 2 jaar geleden begonnen in het atelier. Wat inmiddels Atelier Oerol en Over het IJ is. En dat is begonnen hier op het eiland. En we zijn toen met 7 jonge makers in de winter begonnen met Over het eiland te lopen. En verschillende mensen te spreken op het eiland. En filosofen te spreken. En opdrachten te doen waarbij we onze inspiratie konden opdoen. En wat eigenlijk het gevoel was waar ik mee gestart ben, is het gevoel dat je even helemaal alles loslaat eigenlijk. En helemaal de wind voelt en denkt van oh, ik ben helemaal los van alles wat op het vasteland gebeurt. Hoor ze. Een prachtig huis. Nu zijn we er. Bij ons huis. Het is een diepe wens hè, van die twee. Dat huis, dat staat achter ons hier. Met het zicht op zee. Hun huis. Het is gewoon een heel open huis. Het is van aan elkaar gelaste stalen palen. Hè. Het is heel transparant. Hun huis. Hun eigen huis. Ja, klopt. Je steeds weer die repeterende teksten. Hè. Het is gebaseerd op een stuk van een Noor. Ja, klopt. Dion Vos heeft de tekst geschreven. Er zal iemand komen. En
Het gaat eigenlijk heel erg over iets wat je misschien ook wel kan herkennen als je op vakantie gaat. Dat je denkt van, nou, nu ga ik op vakantie. En dan zal alles goed zijn. Dan gaan we naar die plek en dan gaan we naar dat en dat huisje. En dan gaan we dat sowieso aanpakken. En dan... Dan stel je je voor dat dat een aaneenschakeling van gelukzalige momenten is. En dan op het moment dat je daar dan aankomt, dan regent het en moet je je tent opzetten en krijg je de haringen niet vast enzovoort. Dus het gaat eigenlijk, waarom het ook zo repetitief is omdat ze steeds tegen hetzelfde aanlopen. Dus ze willen steeds dat er iets gebeurt met hun liefde. Dat ze ergens komen op een plek waar hun liefde niet bedreigd wordt. Maar dat is eigenlijk een wens... Ja, die misschien zelfs op zo'n plek waar niemand anders is, niet in vervulling kan gaan. De illusie van geluk. Ja, Joop precies. Mulder, ik zei al, op hoeveel verschillende manieren deze plek bij die wierschuur is gebruikt. Maar dit is wel ook een hele treffende manier om die broeierige eenzaamheid te vertolken. Ja, precies. Het is, de wierschuur ligt natuurlijk aan de Grier. De Grier is deze nieuwe kwelder die hier ontstaat. En dat is het begin van de bosplaat. En de bosplaat is natuurlijk echt een natuurgebied... wat in deze periode van het jaar niet betreed kan worden... vanwege de broedende vogels en dergelijke. En dan heb je inderdaad echt het gevoel dat je ver weg bent van de hele wereld... als je hier zo lekker in die ruimte kunt functioneren. Helemaal het eind van de wereld hier ter Schelling. Ja, inderdaad. We zijn het meest noordelijke puntje van Nederland. Hè? Dus ja. We liggen het dichtst bij de Noordpool. Ja. Wilhelmer van Efferink, hier ook van het atelier Oerol aangeschoven. Jij doet ook een locatievoorstelling in het bos. Op een fundament. Letterlijk op een vloer met tegeltjes. Ik ken die plek. Dat is nog, als ik het goed heb begrepen, uit de oorlog. Uit de bezettingstijd. De Duitsers hebben daar gedoucht. Ja, dat is een van de verhalen. Ik heb ook ze hebben me ook verteld dat het een onderzoeksgebouwtje van het Staatsbosbeheer was. Dus wat je leuker vindt. Maar het gaat over een man en een vrouw die elkaar proberen te vinden. En die man die heeft naar de wereld gekeken en die heeft gedacht... Ik kan heel hard meerennen, maar wat ik ook doe, ik voeg uiteindelijk niet heel veel toe. En die heeft besloten om zich terug te trekken. En die is blijven zitten op dat fundament. En de muren zijn weg. En hij zit en kijkt. En probeert de dingen te zien zoals ze zijn. Althans, zo ziet hij het. En zijn vrouw is er klaar mee. En die wil hem daar weg hebben. En die poging om bij elkaar te komen, die zien we. Het is net zoals hier, toch een zoekend stel. Hè? Dat is wel de overeenkomst tussen twee verschillende voorstellingen. Ja, dat is zeker de overeenkomst. Ja, absoluut. En jullie hebben nog een overeenkomst, want jullie zijn allebei jonge makers. Ik deed net al een soort van oproep aan de mensen van besteed uw geld maar gewoon aan kunst. Hoe moeilijk hebben jullie het? Want het wordt vaak gezegd, ook door bijvoorbeeld Joop Daalmeijer, de hoogste baas van de Raad voor Cultuur, de klappen vallen aan de onderkant. Nou, dat is wel zo. Wij zijn gelukkig nog niet, we hebben nog geen kinderen en hypotheken, dus we kunnen het nog... voor wat minder doen. Maar het is hard werken voor, met weinig middelen. En dat maakt dat je creatief moet zijn met wat je hebt. En daar heel hard voor moet gaan. En snijden gebeurt inderdaad aan de onderkant. Dus, maar je doet het wel. Ja, maar dat is iets van kunstenaars volgens mij. Je zorgt dat de middelen er komen om te maken wat je wil. Ilme Roosendaal, is dat voor jou? Ja, dat is zeker. Want waar kom jij vandaan, even om te beginnen? Ik kom uit Groningen. Ja. Ja, en nu op de Schelling? Ja. Gewoon toch de kunst laten? Ja, ja. Spelen? Ja, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met een bepaalde keus die je maakt. Van dat je toch zo graag iets wil neerzetten en iets wil overbrengen. En eigenlijk dat vak waar je, nou in mijn geval ben ik daar vanaf mijn 10e of zo al mee bezig. Dat je dat gewoon echt wil doen. En dan dus alles op alles zet. Om dat te kunnen maken. Maar dat is inderdaad hard werken. En voordat je hier staat, gaat er behoorlijk wat aan vooraf. En dat is niet altijd makkelijk, zeg maar. Nee. Nee, maar gewoon toch doen. Het geklaag, het gezeur, de marsen der beschaving, dat hebben we allemaal achter de rug. Dat begon een paar jaar geleden, toen Halbe Zijlstra zoveel bezuinigingen afkondigde. Er is wat afgemopperd. Maar de geest is nu, Joop Mulder, we doen het gewoon.
Ja, absoluut. Ik bedoel, als je kijkt dat er toch een 50.000 mensen de oversteek maken naar de Schelling. Die willen hier gewoon cultuur beleven. Plus het feit dat ik ook zeg van ja, maar kijk nou op deze plek. Ver weg van alles en iedereen. Dan kan je ook gewoon, de cultuur zo in je opnemen. Omdat je gewoon echt helemaal in het festival zit hier. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. De bezieling van die 50.000 mensen is ook heel erg uniform. Ze zijn echt letterlijk weg van de wal, weg van alles. En ze zoeken dit ook maar al te graag op. En er zit ook veel geld onder die mensen toch, blijkbaar. Nou ja, maar kijk, wat natuurlijk wel aan de hand is, de mensen, heel veel publiek wat naar Oerol komt, echt het hele jaar spaart om het mee te kunnen maken. Die dus echt heel bewust hier naar het festival komen. En dus ook iets te besteden hebben. Maar ja, je moet een fiets huren, je moet de bootovertocht maken, je moet ergens een plek vinden om te slapen, je hapje, je drankje. En dan natuurlijk ook het bekijken van de voorstellingen. Dus we willen gewoon wel zorgen dat het festival voor iedereen bereikbaar blijft. Dus niet te hoge entrees, niet buitenproportioneel. Want we vinden gewoon cultuur is er voor iedereen. 3,9 miljoen is het budget, heb ik begrepen van Marie van Roon, de algemeen directeur. Vertelde dat in Opium. Maar het levert een veelvoud op. Het is een belangrijke economische factor voor Terschelling. Ja, absoluut. En ik denk dat Oerol zorgt voor ongeveer 15% van de jaaromzet van het eiland. En dan hebben we het nog niet eens over wat marketing technisch betekende voor het hele eiland. Want ja, het is natuurlijk wel op jaarbasis heel veel publiciteit wat het voor het eiland oplevert. En dus ook goed voor de economie. En wat dat er gaat, ja, als je het dan economisch vertaalt, dan zijn wij het Philips van het noorden. Ja, maar Noorden, je schreef het al aan. Toch een bepaalde positionering. Want ik noemde die andere zomerfestivals ook al. Over het IJ, Zeeuws Nazomerfestival. Noorderzon in Groningen. En dan nog Cultura Nova in Limburg. Nederland is toch bepaald in tijden van crisis rijk aan dit soort festivals? Ja, zeker. Maar als je ziet hoe de festivals momenteel het hoofd boven water moeten zien te houden. Boulevard vergeet ik nog in Den Bosch. Ja, zeker. Dan kijk, en natuurlijk de parade niet te vergeten. En er zijn die zomerfestivals. Maar die zijn van zo'n ongelooflijk groot belang. Want die zomerfestivals veroorzaken ook weer dat in de winter er meer theaterpubliek komt. We zijn wel een drempel lage, hele belangrijke deur naar het fenomeen theater in Nederland. Ilme Roosendaal, even in springen. Ja, los van het economische belang hoop ik ook dat we met elkaar willen blijven kiezen voor zoiets als kunst, wat nog een andere waarde heeft dan een economische waarde. En een soort blik op het leven die je alleen via kunst op een heel bijzondere manier kan krijgen. Dus ik hoop dat we daar los van het economische stramien, zeg maar, waar we in zitten, dat ook van die kant kunnen bekijken en kunnen wensen voor onszelf. Ja, je moet het niet alleen in geld uitdrukken. Dat is ook gewoon een waarde. De psychologische zielswaarde van de kunst. Wilhelme van Efferink? Ja, nee, dat lijkt me heel belangrijk. Ik denk het nog even los van of je het schilderij of het theaterstuk of wat je ook ziet mooi vindt. Kunst doet hoe dan ook iets met je, ook al vind je het lelijk. En dat het iets met je doet, ik denk dat dat een enorme waarde heeft, waardoor je weer anders naar andere dingen gaat kijken. Misschien dat je het leven dan ook wat lichter neemt, ook als er een zwaar stuk gespeeld wordt. Ja, daar kan de kunst heel goed voor zijn. Kan ook als het heel zwaar is, juist weer relativeren. Ja. 0800 1121, daarop kunt u meepraten over uw kunstbeleving, ook al zit u ver weg van het eiland. Joop Mulder, het atelier Oerol is een steeds belangrijkere factor geworden. Het eiland, dat festival Oerol is ook al heel oud, net als de parade. Je noemde net terecht de parade, die aanstaande vrijdag begint in Den Haag. Maar de jeugd is belangrijk. Je liet ook een kinderkoor het festival openen afgelopen vrijdag. Ja, zeker. Dat was ontzettend leuk, omdat ze
Sense of Place gaat natuurlijk over deze plek. En dan is het gewoon heel erg leuk om gewoon de nieuwe generatie, de jongste generatie van het eiland, het festival te laten openen. Want dat is natuurlijk wel het bewustzijn wat we met z'n allen hebben. Dat we kunnen nog zoveel bezuinigen, we kunnen nog allerlei koersen varen. Maar deze generatie, die moet het straks gaan maken. En daar moeten we gewoon de weg voor vrijmaken. En ja, dat gebeurde op een hele charmante, leuke manier. En ik vind dat fantastisch dat je dan op die manier ook even laat zien op welke plek de mensen zijn. En dat werd door die kinderen gezongen, zeg maar. Hoe dan ook, Oerol heeft dat nodig. Hè? Dus als gezegd, zo zijdelings, die zomerfestivals krijgen last van metaalmoeheid. Je hebt hoe dan ook nieuw elan nodig. Ja, absoluut. We zijn natuurlijk een festival wat zich altijd door blijft ontwikkelen. Want als je kijkt nu naar de manier waarop wij met het landschap werken. En als je dan, dat is een logisch vervolg op het hele verhaal van locatietheater. Dat is het locatietheater is weer voortgekomen uit het beeldend locatietheater. Nou, dat waren groepen als Dochterhoep, Trajecttheater, Lunatics die je net noemde. En daarvoor waren we natuurlijk het festival van straattheater. Dus als je dat ziet hoe de ontwikkeling van Oerol aan de ene kant geweest is. En aan de andere kant is het ook gewoon heel belangrijk dat, en dat, daar is Atelier Oerol zo belangrijk voor, is dat we ook die ontwikkelingen die we hier doormaken, dat we die ook open kunnen dragen aan andere mensen. Er is geen opleiding in Nederland waar je een theateropleiding locatietheater of een theateropleiding landschapstheater krijgt. Dus dat moeten we hier in de praktijk, moeten we dat aan de man zien te brengen. Maar het moet je dus ook een zorg zijn dat het niet stilvalt. Dat het niet een routine wordt. En daarom is die jeugd nodig. Ja, ook. En het is de ontdekkingsreis. Want het is natuurlijk heel grappig om te zien dat met name jonge theatermakers met ideeën komen die heel fris zijn. Die heel erg uit hun eigen hart komen, zeg maar. Die dus met hun eigen kijk, dus zonder bedorpen te zijn door de een of andere opleiding, bij wijze van spreken. Maar die hier open en naar het landschap kijken. En dan zijn we natuurlijk, we hebben nu iets van 15 kandidaten voor de volgende ronde atelier. En daar gaan we met die mensen al gesprekken aan. En op een gegeven moment rollen daar 7 uit. En met 7 gaan we dan echt verder werken. Maar dat is allemaal op basis van de ideeën die ze binnenbrengen. En ik lees er nu al ideeën dat ik denk van Mulder, dan doe je het al 32 jaar. Maar dat je zelf nog niet op dat leuke gekke idee gekomen bent. Noem eens. Nou, gewoon als je de Atelier Oerol nu bekijkt. Nou, zoals zij hier op zo'n locatie echt aan het werk is. En wat we natuurlijk met... nu zie je Berg en Bos hier staan als een gerenommeerd gezelschap. Maar ook die zijn op Oerol begonnen. En die hebben een prachtige vorm van teksttheater gemaakt. Die heel goed past bij dit geheel. En dat is natuurlijk ook een soort rode draad altijd op Oerol geweest. Want we hebben altijd... Vroeger heette het de werkplaatsfunctie. En dan wilden we gewoon echt jonge makers gewoon de ruimte bieden in het landschap. En ja, nu is het dan doorgegroeid naar Atelier Oerol. Maar altijd gewerkt met ook gerenommeerde makers. En daar komen gewoon hele verrassende dingen uit voort. Want nu staat bijvoorbeeld ook het Houten Huis staat op de Schelling. Nou, Eline van der Hoek die is ooit in de werkplaatsfunctie van Oerol begonnen. Als je kijkt naar een Wende Snijders of een Nienke Laverman, die samen in een schuurtje een prachtige eerste voorstelling gemaakt hebben. En nu staan ze gewoon aan de top in Nederland. Nou, op die manier geef je mensen wel een extra gedachtegoed mee. Ilmer Roosendaal, is de Schelling wat dat betreft, dat Atelier Oerol ook voor jou een springplank naar elders? Ja, ik hoop het. Dat moeten we afwachten natuurlijk. Maar ik zou heel graag doorgaan met teksttheater, met locatietheater. En die combinatie vind ik ook heel, heel prettig om te hebben kunnen maken hier. En ontdekken wat dat is om dat te doen. Dus ja, zeker. Wilhelm van Efferink? Ja, wat het fijne is aan Oerol is dat je je voorstelling veel kan spelen. En voor een jonge maker is het moeilijk om je voorstelling vaak te spelen. Dus om hem te kunnen doorontwikkelen op het moment dat het publiek bij is. En dat vind ik echt het allergrootste voordeel. We spelen hem 27 keer. En dan heb je gewoon veel publiek. En dat is ook weer fijn als je terug naar wal gaat. Want dat publiek komt daar vandaan. Dus het heeft in alle aspecten heeft het heel veel voordelen. Ik zag ook Via Berlin, dat is weer een groep uit de hoek van Orkater. Stuk over de oorlog, Home Sweet Home, hier in een duinpan. Nollekesbos heet dat. Zij gaan het theater in met het stuk in Nederland. Is dat met jullie ook zo? Gaan jullie dit stuk ook doen op de wal? Ja, we spelen nog op Over het Ei. Het Over het Ei Festival is ook partner in het atelier. Ja. Daarna gaan we nog naar Festival Caravaan en bij Takt...
spelen in België, bij Domhof. Ja. En Fundament, gaat het ook naar de wal, Wilhelmer? Ja, het is wel heel erg gemaakt op de locatie. Dus het was in eerste instantie wel al geprogrammeerd. Maar ik heb dat nog heel even afgehouden, omdat ik het echt moet gaan omzetten of op locatie moet gaan spelen. En dat, ik vind de waarde van het buiten zijn, die is zo groot in mijn voorstelling, dat ik hem niet in een zwarte doos wil stoppen. We hebben een tweet gehad van Kees. Die zegt, als fanatiek zeiler vermijd ik de Schelling. En niet alleen tijdens Oerol. Het eiland gaat aan zijn eigen succes ten onder. Joop Mulder, dat mag je best een zorg zijn, zo'n opmerking. Nou, ik vind dat een zwaar overdreven opmerking. Ik bedoel, als zeiler mijt hij de Schelling. Denk ik bij mezelf van, nou, dat is mooi zonde, want het waait hier altijd. Dus je kan er veel meer plezier aan beleven. Het is een veilige haven ook. Ja, precies, ook dat. We hebben maar die haven ligt nu haven. Helemaal vol. Ja, nu wel. En terecht, want ik bedoel, kijk, als je aankomt bij de Schellingen, denk ik, jeetje, wat is het hier druk. Maar op het moment dat je op de fiets stapt, dan kijk je om je heen. Hoeveel mensen zie je, dat valt heel erg mee. Het absorbeert heel sterk. Het is een groot eiland, het kan het aan. Ja, absoluut. En het is ook gewoon de soort mensen die op Oerol afkomen. Die zijn ook, die worden ook door eilanders op handen gedragen. Want ze zijn rustig, ze zijn geduldig en ze zijn vrolijk. Het is gewoon een heel fijn publiek. Als je zag, we hadden natuurlijk eergisteravond zware stortbuien. En dat is dan gewoon alle voorstellingen gewoon doorgaan. Er is er niet één afgelast. En het publiek blijft allemaal zitten. Ook al regenen ze helemaal drijfnat. Nou, dat publiek, dat bevolkt nu het eiland. En dat is gewoon een fantastisch publiek. En nou, zijn eigen succes ten onder gaan. Dan denk ik van ja, volgens mij heb je een iets te grote boot gekocht. En weet je niet precies hoe je moet besturen. Kees, ja, daar moet je het dan maar mee doen. Jan Bakker, die heeft gemaild. Het onbetwiste hoogte. Het punt voor hem was Flaco Jiménez en band op een boerenwagen voor de rustende jager in 1987. Ja, dat is ieder zo zijn beleving, hè? Ja. Flaco Jiménez, ja, natuurlijk. Ja, nee, maar Tex-Mex op Oerol bij de rustende jager. Ja, maar er was ook natuurlijk een feest in dat soort gezelschappen om hier ook op Oerol te staan. En dat was ook echt de jaren 80. Ik begon met Django Edwards, maar we hadden ook prachtige muziekgezelschappen. We hadden gewoon heel veel kleinkunst toen nog op Oerol staan en veel cabaret. En dat is nu ook allemaal weer anders, zeg maar. Maar dat hoort allemaal natuurlijk bij de ontwikkelingen. Maar dat schetst ook gewoon unieke herinneringen aan het verleden. Sense of Place. Bij de opening heb je gezegd dat het niet alleen voor Terschelling geldt en voor Noord-Nederland, maar dat het een hele duidelijke Europese dimensie heeft wat jou betreft. Dat is een duidelijke knipoog naar de kandidatuur van Leeuwarden voor Europese culturele hoofdstad in 2018. Nou is Marseille dat nu, op dit moment, dit jaar, 2013, ja. Met Joop Mulder notabene als adviseur. Kortom, die tentakels van Oerol, die strekken veel langer. Ja, zeker. We hebben met Marseille samen een aantal projecten ontwikkeld. Wat je hier nu op het Strekdam ziet, dat is dat de passage, maar de muziek die daar gemaakt wordt door Pierre Sauvageau, die is straks ook in Marseille te horen. Die passage even duidelijk maken. Op die Strekdam, daar staat een constructie die lijkt volgens het programmaboek op het lijk van een walvis, het geraamte van een walvis of een futuristische zeilboot. En daar kun je met een koptelefoon ook op luisteren. Naar Sacre du Printemps van Stravinsky. 100 jaar oud futuristisch stuk. Ja. Maar dat ga je dus ook over diep in Europa brengen, in Marseille. Ja, precies. En kijk, de passage willen we straks meenemen het Waddengebied door, maar ook naar Denemarken. Trevor Davis uit Kopenhagen is hier. En die heeft ook al gezegd van dat hij verschillende dingen die hij hier gezien heeft heel graag naar Denemarken wil halen. Maar en hij is weer de man die achter Aarhus zit. Hij is de artistieke man die Aarhus culturele hoofdstad 2017 vorm gaat geven. Dus hij is hier nu om hier dingen vandaan te plukken. En op dit moment in Marseille, Lafayette, die is ook een soort atelier, zeg maar. Wat hier bovenop het Nollekes Theater staat. Eerst hebben ze hier gewerkt in Marseille en die werken nu hier op Oerol. Zo hebben we een stuk of 8, 9 grote projecten. En er zijn veel groepen uit Nederland die via het netwerk van Oerol, zeg maar, nu straks in Marseille komen te staan. Er zijn openingen in crisistijd. Dat is duidelijk, ook voor jullie. Jullie zijn optimistisch als jonge makers.
Ja, dat hoort ook een beetje bij de leeftijd, denk ik. En als ik er niet optimistisch in zou staan, zou ik niet weten hoe ik het allemaal voor elkaar zou krijgen. En dat, ik denk dat dat een goede manier is, juist op het moment dat het moeilijk is, dat je gaat staan voor wat je doet en dat je dat uitstraalt en dat je dat belangrijk vindt. Ilmer, zo is het ook voor jou. Je hebt het al gezegd, niet ten eerste het geld, maar vooral het plezier. Ja, zeker. Hard voor de zaak. Precies. Ja. Ja, absoluut. Ik denk dat heel belangrijk is en dat je er doorheen, helpt. En dat is ook wat je je publiek geeft. Want je voelt iets, je wil iets maken, je hebt iets te vertellen, je hebt iets ontdekt en dat wil je met je publiek delen. En dat publiek dat komt ook weer massaal. 50.000 man, meer kunnen er niet op de Schelling. Zometeen gaat de gids verder in Hilversum zonder Felix Meurders, want die zit gewoon hier op Oerol, samen met die Deborah Blekkenhorst, Willemijn Veenhoven. We nemen het zo meteen over na het nieuws. Dit was deel 1 van Lijn 1 op het Wat. Moeten we ons niet de vraag stellen van heeft onze hulp überhaupt geholpen? En dan pas de vraag stellen over het geld al dan. En wat vindt u? Dus u stelt de vraag, heeft onze hulp, onze als Westerlingen, onze ontwikkelingshulp aan Afrika geholpen? Wat is uw antwoord? Ik heb daar heel gemengde gevoelens over. Ik denk dat in het beste geval heeft het geen negatieve gevolgen gehad. Maar zoals ik het zie in de afgelopen 50 jaar, denk ik dat onze hulp vooral heeft bijgedragen aan het goed praten van heel veel andere politieke en economische dingen die we doen. En anderzijds ook om...